doorweg in de spits tegen Tesker en Hooiveld. Natuurlijk niet de meest bewegelijke centrale verdedigers van de Eredivisie. De Ligt gaat het eens proberen met zijn linker. Geweldig uit de hal van De Ligt. En een mooie reactie ook van Drommel. Het is de eerste doelpoging. Van grote afstand, maar niet gespeend van gevaar. De uithaal van De Ligt. Veldman onderschept. Balverlies. En nu heeft Twente, omdat Veldman uit positie is, een 3-tegen-2 situatie. Wordt dat goed uitgespeeld? Assaidi. Assaidi richting Jensen was het idee. Dijks verdedigt. En verdedigt goed. Ajax heeft twee keer te maken met een amateurploeg. 5-1 werd het bij Scheveningen. De wedstrijd gespeeld in het stadion van ADO Den Haag. En vervolgens het stadion van Volendam. Te sterk voor de Dijk. Kluivert heeft de ruimte, zou het kunnen proberen en hij doet dat schitterend. Het is een prachtig doelpunt van Justin Kluivert. Het was toch een tamelijk moeizaam begin van Ajax, maar het is Kluivert die uiteindelijk deze bekerpartij openbreekt. Een vlammend schot. Het is een kleine 20 meter, maar hij raakt hem vol met de binnenkant van de wreef en Drommel heeft geen enkele kans. Hard, maar gecontroleerd geschoten door de linkerspits van Ajax. Assaidi. Thomas Lam. Boer. Of Holla is het. Die test Onana maar eens. Eerste redding deze avond van de Ajax-doelman. Op het schot van Danny Holla. Dijks. Strak aangespeeld van De Ligt. Kluivert. Neres even de flank verlaten om maar weer eens aan de bal te komen. Want Ajax gaat vooral voor de man in vorm. Kluivert, Iris van de Beek. Dolberg, Ajax. Lijkt wat te dreigender te gaan worden, Schöne. Sier. Kluivert. Het is een handbalaanval van Ajax. En uiteindelijk is de doelpoging van Kasper Dolberg in de handen van Drommel. Maar bij ieder gevaar dat Ajax weet te stichten vanavond in de goalsvest is Justin Kluivert betrokken. Daar, de oud doelman, in het brons gehuld buiten het stadion, Sander Bosker, twee keer bekerwinnaar. Tegenwoordig manager van alles, die moet zich drie keer omkleden voor een wedstrijd. Betrokken bij het inschieten van de doelmannen, het vangen van gasten en ook in de dugout. Oh, Dijks verkijkt zich helemaal op die bal en gaat er dan wat lomp in, Dijks. Merkwaardig waarom hij niet in eerste instantie die bal wegkomt. En vervolgens het risico neemt daar een 16 meter gebied om er op deze manier in te kleunen. Met de handen vooruit. Twee keer karambleert hij ook tegen de arm en hand aan. Ja, je neemt zoveel risico. Hij komt ermee weg. Van Boekel laat het gaan. De extra tijd. De hoekschop van Schöne. Zie je. Voor de goal. Drommel. Geen risico genomen. Dijks. Dijks voor zijn linker. Dijks in de korte hoek. En Drommel die er nog aan zit. Een laconiek balletje van De Jong. Overname Twente. En nu heeft Twente ineens vier man op de helft van Ajax. En Ajax heeft er nog maar drie achterin. Dat zou dus in theorie wat kunnen opleveren. Er staan er een paar helemaal vrij. Laukaert de lucht in, klaarleggen voor Assaidi. Maar dan is De Jong weer terug. En bij De Jong ging het toch mis bij Ajax. Maar hij herstelt het ook. Neres, Ziyech. En nu dreigt er een overtal situatie voor Ajax als Ziyech de bal naar Kluivert speelt. Kluivert, Kluivert naar zijn rechter. Kluivert, oh, doet het bijna weer. Deze laatste actie van Justin Kluivert betekent ook gelijk het einde van zijn directe tegenstander Ter Avest. Hij wordt inderdaad naar de kant gehaald door Gert-Jan Verbeek. Tesker is de grote man natuurlijk namens Twente in dat 3-3 gelijke spel. En hier levert hij een puikenvoorzet af voor Boeren. 65 minuten onderweg. Zoals gezegd, Twente doet wat meer mee in deze partij. Dan krijgt hij ook een serieuze mogelijkheid, al is dat lastig.
Goed naar de hoek gestuurd door Boeren. Holla. Tesker wordt gezocht. Afvallende bal is voor Assaidi. Hoeft op zo'n manier maar één keer goed te vallen. Van der Beek glijdt weg. Overname Twente. Laukart. Assaidi. Nu kan die 1-1. Assaidi met Veldman voor zich. Veldman blokt het schot. Twente voelt dat Ajax minder wordt. Cuevas. Komt Twente weer. Met steeds meer mensen naar voren. Twijfel bij Onana. Jensen. Jaagt hem over. Echt een grote kans. Neres. Ziyech neemt over. Neres, goed gedaan door Ziyech. Neres met de kans om het te beslissen. En dat geldt ook voor De Jong. Maar een geweldige verdedigende actie nog van Danny Holla voor Conte 0-2. En feitelijk ook de beslissing. Aanvaller kluivert nu eraf. Verdediger Luis Orejuela om die 1-0 over de streep te trekken. Zo mag je dat toch wel uitleggen. Drommel is uit positie en bijna schiet De Jong die bal binnen. Drommel gaat de bal naar voren spelen. Tesker is inmiddels extra spits geworden. Assaidi. Dat is een ander balletje van Assaidi. Laukart. Laukart probeert het in de korte hoek. Corner Twente. 90ste minuut. Bij je ook naar voren. Tesker staat er al een tijdje. Er is de hoekschop. Onana in de drukte. Oh, die raakt hem helemaal verkeerd. Valt hij er dan in? Nee, Onana heeft hem. Ik zie niet heel veel gekke capriolen eigenlijk van de Afrikaanse doelman van Ajax dit seizoen. Maar gek genoeg in dit stadion is het al een paar keer prijs geweest. Van der Beek. Goeie felle sliding. Twente heeft daardoor de bal weer. Assaidi. Assaidi nog altijd. Assaidi, die gaat het proberen. Assaidi! 1-1. Assaidi doet het. In extremis. Naast Ajax, op weg naar een verlenging. Het begint met deze felle, maar correcte sliding. Daardoor komt Assaidi in balbezit. De man die het moet doen bij Twente, die het moet creëren. En die doet het ook. Profiteert optimaal van de glijpartij van Siem de Jong en ramt hem dan in de korte hoek. Onana letterlijk aan de grond genageld. Twee fraaie doelpunten in deze achtste finale. En dan komt het toe. Het is Veldman, nu zie ik het pas. In ieder geval nog raakt met zijn hoofd. En dat maakt Onana compleet kansloos. En dan komt de toegift. Siem de Jong. Besluiteloos, Van de Beek. Ziyech. Hakim Ziyech dan met zijn linker en een moeizame reactie van Drommel. Die de bal, zo lijkt het althans, heel laat ziet komen. Hoekschop van Schöne. Opgepikt. Kan ze hem uithalen. Dat is niet ongevaarlijk, zegt hij uit al van Neres. Het is het laatste schot van de eerste helft van de verlenging. Assaidi. Assaidi, natuurlijk weer proberen. Weer van afstand. Onana gedwongen tot deze redding. Ziyech, mooie beweging. Op een halve vierkante meter ontdoet hij zich van Cuevas. Hakim Ziyech. Ziyech, dubbele schaar. Ziyech, overtreding. Geweldige individuele actie van Ziyech. Gele kaart voor Holla. En dan is Holla eraan. Dan moet hij eraf. Of is het Lam? Lam, inderdaad. Die was het. Weggestuurd door Van Boekel. Ziyech schoot hem erin tegen Excelsior. Wie wordt het? En wat wordt het? Hakim Ziyech. En Drommel. En daarna de rebound. Ook niet. En dan Hens. Drommel houdt Twente op de been in de verlenging. Tot twee keer toe.
We gaan de strafschoppen nemen om te bepalen wie kwartfinalist wordt in het bekertoernooi. Assaidi, die Twente op de valreep de verlenging inschoot met de eerste strafschop. Assaidi Onana, dwars door het midden. Raak. Hels, fluitconcert van de 26.000. Schöne op drommel. Schöne, onberispelijk. Tigadouini, Onana. Tigadouini mist. Ajax nog niet gemist. Hakim Ziyech achter de bal. De oudspeler van FC Twente. Oog in oog met drommel. Ziyech over. En die zo'n beetje ook. Het is weer gelijk. Uitgerekend Ziyech. Die mist. Blijft hij rustig. Bijen. Met de penalty. Ja hoor. Ook hij blijft rustig. Ja, waarbij je nog de wetenschap had dat bij een eventuele misser de bol nog gerepareerd kan worden door Drommel, heeft De Ligt dat natuurlijk niet. De Ligt. En Drommel. Twente naar de kwartfinale. Drommel de held. Zo vaak in het verleden. De slemiel geweest. Maar nu is het allemaal anders. Het feest dat zich concentreert rondom de doelman van FC Twente. En De Ligt die uitblonk in de wedstrijd door zijn sobere manier van verdedigen. Is de slemiel.